Beste mensen, zoals je kunt zien, de velgjes zijn zover klaar. Ik moest alleen nog spuiten, maar dat is het volgende. Dus hier moet ik nog even busjes voor draaien. Dus dat het dus deze speling eruit is. Hier moet ik hem nog even een puntje vastlassen. Omdat hij dus hier draait. Hier kan hij dus om zijn eigen as draaien. Dus als het dus de dumper staat, dan kan hij dit. Ik kan dus mooi alle kanten op. Hij is nu al best zwaar. Ik heb hem nog niet gewogen, maar ja, dat, die weegt nu al een paar kilo. Nou. Het volgende project wat ik nu wil gaan doen, dat is dus hier binnenin de aandrijving. Die is dus trouwens, ze blijft gewoon vast. Dus dit is dus gewoon op de, die gaat dus naar achteren toe. Nou, hij is nog niet, dit is nog niet verder aangesloten, maar dat is zo klaar. Nou, en als dat dus, als dit klaar is, dan moet dus de besturing nog verder gemaakt worden, dus voor de hydrauliek. Dus ik ga hem hydrauliek sturen en dus wat ik ook al zei in mijn vorige filmpje, ik ga hem dus ook hydrauliek kiepen. Nou, ik heb al een hydrauliek behuizing heb ik weten te bemachtigen. Heb ik wel in China gekocht, maar nou bleek dus dat deze dus in Italië gemaakt werd. Dus het is wel een kwaliteits hydrauliekpomp. Ik weet dus nog niet wat voor motor ik achter ga zetten, dus dat ik gewoon een normale 12 volt motortje gebruik of een bosloze motor, dus dat weet ik nog niet. Dit is een motor die komt erin. Dus dit is een 1200 kV motor met een ingebouwde regelaar. Ik heb hem al getest en het werkt gewoon subliem. Ook als hij heel mooi zacht loopt, dus gewoon de volle power heeft. En het is een 540 is het. 540 motor. En het is een echte krolmotor is dit. En ja, die is super sterk gewoon. Je kan dus ook bij een heel laag toerentaal kan je dus gewoon ontiegelijk veel kracht leveren. Olietank is niet aan een al te grote kant. Daar heb ik ook bewust voor gekozen. Want deze, die olietank komt straks onder de cabine te zitten. Dus ik heb hem dus ook ingekipt. Dus ik heb hem helemaal gemaakt van plaatmateriaal. Dus ik heb hem helemaal gelast alles. En dat is ook gewoon nou even dus de reden dat dat ook op wit papier ligt. Gewoon te kijken, dus dat dat gewoon ook echt helemaal dicht is. Nou, dat... Hier heb ik dus van messing dus een overflow ventiel gemaakt. Nou, en ik wou dus gewoon dus een keer gewoon niet alles ruw met slangen. Ik wou gewoon een vast punt hebben. Dus heb ik dus ook weer van koper leiding, dus de uitgang vanuit de pomp. Dus waar het dus naar het blok toe gaat. Dus een mooie koper leiding gemaakt, mooi gebogen.
Zo staat dat dus ook gevallen. Dus zoals je hier nou ligt, pas je straks ook exact in de dumper. Het was wel even een gemier en geklier om dat precies dezelfde juiste goede maatvoering te krijgen. Nou, wat ik zeg, dus dit is dus het overdrukventiel. Dus ik heb het nou zodanig afgeregeld. Ik weet niet, misschien moet ik nog een heel klein beetje nog bijregelen. Dat weet ik niet, want ja, de andere cilinders zitten er nog niet aan. Maar zoals het nou is, dan kan ik dus de pomp ook op een heel laag niveau laten draaien. Zonder dus dat hij dus begint te... Ja, dan gaat hij dus, als hij de druk niet kwijt kan, dan gaat die pomp staan in zenuwachtig te doen. Hè. Dat moet hij dus niet doen. Hij moet gewoon heel mooi rustig doorlopen. Nou, en dat heb ik gedaan. Dus ik heb hem wel goed zo afgericht dat ik hem dus ook heel zachtjes kan laten lopen. Nou, ik zal zeggen mensen, bedankt voor het kijken. En zo snel als ik weer een nieuwtje heb, dan meld ik mee. Ja, nou, ik zal zeggen tot de volgende keer. Doei!